is al. Voor Mbappé is de kans uit de goal. De Bruyne. I always dreamt of winning this competition, so now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, welkom bij de Champions Club. Dit is de voorlaatste aflevering van de Champions Club al van dit seizoen. Nou ja, want we zijn toe aan de terugwedstrijden van de halve finales. Dat is voor morgen en overmorgen. Dan zitten onze commentatoren in Parijs en in Madrid in die volgorde. Maar vandaag zijn we nog gewoon in Brussel natuurlijk met Wim de Koning en Mo Mesoudi om vooruit te blikken op de actie in die terugwedstrijden. Dag mannen. Dag Nicolas. Hey Nicolas. Vorige week waren jullie elke één avond te gast. Ik denk dat jij Bayern gevolgd hebt. Klopt, de studio, ja. En Mo, jij dan Dortmund. Hebben die twee matchen jullie verwachtingen ingelost? Want ongetwijfeld hebben jullie ze allebei wel gezien. Of hadden jullie er meer van verwacht? Goh, ik denk dat de wedstrijd van Bayern tegen Real Madrid een beetje toch wel een beetje een verwachte wedstrijd was. Een wedstrijd waarbij beide ploegen toch een beetje iets voorzichtiger waren. In tegenstelling tot de ploegen van de dag daarna. Dortmund PSG was toch wel iets meer spektakel, iets meer tempo. Maar ik denk dat we Real Madrid hebben gezien, die we al maanden gewoon zijn. Toch in Europa. Ja. Ja. En Bayern eigenlijk vond ik een betere prestatie, toch een heel goede teamprestatie afgeleverd. En ze hadden eigenlijk ook die wedstrijd kunnen winnen. Op basis van de scores, Wim, is er nog niks beslist. Maar toch gaat iedereen ervan uit. De finale wordt PSG-Real Madrid. Ja, dat is klopt. Is het zo simpel? Nee, denk ik dan. Hoop ik dan. Maar ook mijn gevoel gaat die richting uit natuurlijk. Zeker als je ziet, zo'n Real, dat heeft één keer verloren dit seizoen. Als je dan als Bayern daar moet gaan winnen, dat is niet evident. Hè. En Bayern, dat toch ook koud en warm blaast, ook afgelopen weekend. Hadden ze nog. Ja, goed, de focus zal misschien niet meer zo zijn, maar toch weer verloren. Dan ga je toch niet met het beste gevoel naar Madrid. Oké, we hebben ze ook gezien, Nicola, twee keer tegen Arsenal. Mm-hmm. Toen ze zeker voor die heenwedstrijd ook geen kans hadden op papier, volgens velen. Want Arsenal was geweldig aan het spelen. Maakte 4, 5, 6 doelpunten in eigen competitie. Waren outstanding. Maar Bayern pakte daar wel de 2-2. Hè. Scoren doen ze altijd wel. Alleen achterin blijft het toch wel een probleem. Dat hebben we ook vorige week gezien. Zometeen gaan we er verder op in. Maar Tuchel is wel een specialist om Champions League finales te halen. Dus wie weet kan er nog wel iets. Zometeen bespreken we de match één voor één. Maar we gaan de uitslagen er ook nog eens bij halen. En het programma dus voor deze week. Want de wedstrijden van vorige week die eindigden op 2-2. Bayern tegen Real. En Dortmund won van PSG met 1-0. Dus morgen, dinsdag 7 mei, PSG in Parijs. De terugwedstrijd tegen Dortmund. Ze hebben nog iets recht te zetten. Real Madrid speelt woensdag de thuiswedstrijd tegen Bayern. We gaan het chronologisch aanpakken, mannen. We gaan beginnen met PSG. Mooie was erbij toen Dortmund met 1-0 won. Fulkroek scoorde tegen PSG. Mbappé die postte na de wedstrijd op zijn socials mi-temps, ici c'est Paris. Dus met andere woorden, het is rust. Komt wel goed. Nou, ik denk dat ze terecht met vertrouwen naar die wedstrijd kunnen toeleven. Hè. Ik denk dat ze de eerste helft eigenlijk heel zwak hebben gepresteerd. Mbappé echt niet gezien. Tweede helft was er wel een reactie. En daar hebben ze wel kansen genoeg gekregen om nog de 1-1 te maken. En ik denk dat daar wel het grote verschil was. Maar ik ben wel vooral benieuwd naar wat de coach wat Enrique gaat doen in deze wedstrijd. Want ik vond toch dat zijn wissels een beetje slecht uitpakten. Brengt dan Kolo Muani in en houdt toch Mbappé in de spits, terwijl hij daar eigenlijk heel de wedstrijd in de tang zat. De momenten dat hij dreigend kon zijn, kwam hij meestal van links. Met het schot op de paal, dat nog gevolgd werd door de kans van Hakimi ook op de paal. Daar ontsnapte Dortmund wel. Maar bij de wissel van Kolo Muani dachten we echt dat we een Kolo Muani voorin zien en een Mbappé van links, zodat hij zijn acties kan maken, net als Dembélé, de tweede helft meer van op rechts. Maar dat gebeurde dan niet. We hebben het in de studio ook over gehad, om misschien toch Gonzalo Ramos verwacht in plaats van Kolo Muani, omdat hij toch in de box in goede doen. Dat was ook mijn gevoel. Terzelfde tijd, Nicola, lijkt het ook wel zo'n beetje een ego-spelletje tussen Luis Enrique en Mbappé al heel het seizoen. Ik kom even tussen, want ik kreeg daarnet een bericht doorgestuurd met statistieken. En ons gevoel is allemaal van oké, inderdaad zet Mbappé op links en dan een andere speler centraal. Statistiek die ik binnenkreeg was, Mbappé dit seizoen 26 goals gemaakt
wanneer hij speelde vanuit de centrale spitspositie. Ja. 17 wanneer hij op de linkerkant speelde, ter info. En ook wat betreft het aantal gewonnen matchen, zou PSG dit seizoen beter hebben gedaan als hij centraal speelde dan als hij links speelde. Ik geef het mee, maar dat, is niet de perceptie die we hebben. Nee, en dat is ook in de Franse competitie vooral, hè, waar het toch een stuk makkelijker is dan in Europa. Maar we zagen toch in Europa, tegen Barcelona bijvoorbeeld twee keer, dat als hij van die linkerkant mag komen, dat hij met veel meer plezier voetbalt. Hè? En dat, met Asensio als valse negen is het wel eens een keer verkeerd gegaan. Dat was in de terugmatch, denk ik. Of in de heenmatch nog. Maar als Dembélé daar speelde, was het wel heel erg goed. En dan zie je toch een Mbappé die initiatief neemt. Ik zag hem ook thuis tegen Newcastle op de negen. Waar Newcastle zeer erg compact verdedigde. Ja, dan zie je hem amper en heb je ook het gevoel dat hij zeer beperkt wordt in wat hij kan. Maar de statistieken bewijzen dus blijkbaar iets anders. Dus wat dat betreft zal Luis Enrique misschien dan wel gelijk hebben. Maar het viel mij ook wel op, vorige week toen ik zat te kijken naar die match tegen Dortmund, van nee, hij gaat toch niet weer iets veranderen in wat zo goed was tegen Barcelona twee keer. Hè. Dat deed hij dus wel. En hij deed het wel. Maar goed, we komen daar straks ook nog op. Dat deed dat deed Tuchel ook met Musiala en Sané. En dat deed Ancelotti ook met Rodrigo en Vinicius. Soms zijn de wegen van toptrainers ondoorgrondelijk, wat dat betreft. Als je kijkt naar de defensie van Dortmund, ik denk dat toch wel het zwakke punt is van Dortmund, vooral de fullbackposities en centraal qua snelheid. Nu ja, door de wedstrijdomstandigheden, ze komen dan 1-0 voor Dortmund, ja, die gaan dan inzakken. En dan was er eigenlijk heel weinig ruimte voor Mbappé om iets te doen. Dus daarom, op de buitenkant was er dan wel iets meer ruimte, daarom dat ook Dembélé meer de flanking opzoeken en waar hij elke keer op keer Maatsen passeerde. En aan de andere kant denk ik dat Mbappé tegen Rierson in een thuiswedstrijd toch wel voor veel meer gevaar moet kunnen zorgen dan in die centrale positie tussen 4-5 spelers in, waar Hummels eigenlijk een fantastische wedstrijd heeft gespeeld. Ja, want die worden alle twee wel onderschat, hè. Zeker Hummels. Ja. Maar Schlotterbeck is ook een geweldige verdediger geworden. Hè. Er wordt nogal snel eens gewezen naar Dortmund. Van die mannen zijn daar achterin traag. Maar ik zag ook de statistieken van Hummels in de Champions League. Die zijn toch wel geweldig. Hè. Mm-hmm. Ondanks zijn beperkte draaisnelheid en zijn oudere leeftijd, maar zijn ervaring maakt veel goed. Hè. Mm-hmm. Gelukkig, we zagen één keer Niklas Süle tegen PSV rechtsachter spelen in plaats van Rierson, omdat hij toen geschorst was. Ja, dat is echt niet meer van deze tijd. Iemand maar die dat zeggen we toch al lang over Süle. Ja, op een of andere manier heeft hij wel nog kwaliteit. Ja, maar toen die match zag hij toch ook wel enorm af, hè, als rechtsachter. Heeft PSG jou ontgoocheld met die prestatie vorige week? Want ze kregen inderdaad wel. Het had ook 2-2 kunnen zijn. Ja, maar zeker. Net als de avond ervoor. Ze scoorden niet. Nee, ze kunnen niet echt overtuigen. Toch nooit 90 minuten. Ja. Dat was zo tegen Barcelona in thuiswedstrijd. Ja, verloren ze dan ook. Gaan dan ook wel Ginder winnen. Oké, met die rode kaart van Araujo was dat een andere wedstrijd. Maar toch, win er maar eens tegen. Ik heb ook de indruk, we zeiden altijd, als Messi en Neymar gaan weg zijn, gaan ze eindelijk een team zijn. Maar ik heb ook de indruk dat ze dat nog niet altijd uitstralen. Dat ze regelmatig ook uit elkaar vallen. Ja, en dat er toch wel veel gaten komen ook op dat middenveld, omdat ze veel te lang zijn. Ik heb ook het gevoel dat ze de eerste helft ook bewust eigenlijk Rierson aan de bal liet inschuiven. Barcola die eigenlijk gewoon bleef staan. Om eigenlijk op die manier de snelheid van die drie jongens voorin, Dembélé, Mbappé en Barcola, uit te spelen. Alleen kwam dat er heel weinig uit. Ik vind nu wel dat als je de connectie tussen de spelers ziet, dat er precies wel een goede sfeer heerst. Ja. En dat ze met een duidelijk doel eigenlijk aan een wedstrijd starten. Uiteraard zijn er momenten dat ze wel uit elkaar vallen, omdat ze ook met drie eigenlijk echt wel op die counter speculeren voorin.
Maar het kan een fantastisch seizoen worden. Hè. Ze hebben de titel al gepakt, ze spelen treble, de bekerfinale, ja. En ze kunnen misschien nu de finale halen. Ik denk dat de kans eigenlijk heel groot is thuis. Mag dat normaal denk ik niet mislopen. Nee. Het was de eerste wedstrijd van de poelen tegen Dortmund, herinner ik mij. En Wesley heeft die gedaan. 2-0, hè? 2-0. En toen was de conclusie ook van Wesley, ja, dit Dortmund, dat is veel te weinig. Uiteindelijk werd Dortmund wel groepswinnaar. Want, oké, Dortmund uit en thuis, dat is een hemelsbreed verschil natuurlijk. Hè. Die 12e man is toch wel zeer bepalend in Dortmund. Dat heb je ook in de Duitse competitie gezien. Ja, PSG, ik was erbij tegen Newcastle. Als ze de 94e minuut die penalty krijgen. Hens van Livramento, Marciniak, gaf hem eerst niet. Durfde uiteindelijk hem ook niet te fluiten. Hij gaf hem dan wel op aanwijzen van de VAR. Maar daar zijn ze echt wel met de hakken over de sloot. Bijna waren ze gekwalificeerd. Ze waren er echt zo goed als uit. Hè. En dat is misschien... een insteek om dan toch die Champions League te winnen. Dat zou gerust kunnen. Maar Mbappé moest die penalty nog wel binnentrappen. Maar dat doet hij wel altijd onder grote druk. Maar Dortmund, ik moet zeggen... ik zou het langs één kant wel mooi vinden... dat een ploeg die iedereen had afgeschreven... en ook in Duitsland maar vijfde is... dat die dan toch eens finale Champions League spelen. Dat zou toch wel eens iets anders zijn... dan weer eens de ploegen die we verwachten. Hè. Het kan nog altijd een heruitgave worden van 2013. Ook op Wembley. Ja. Ook Bayern Dortmund. Dat kan ook, hè. Maar de kans is niet zo groot klein, natuurlijk. Is klein, Mo, vorige week hebben we het na de wedstrijd ook vermeld, denk ik... maar 9 kilometer verschil in de gelopen afstand tussen Dortmund en PSG. Dat is bijna een kilometer per speler. Dat is wel heel opvallend in een halve finale van de Champions League. Zonder rode kaart. Ja, ik denk dat dat zeker te maken heeft met die drie jongens voorin. Die, denk ik, defensief iets minder meters hebben gedaan dan bijvoorbeeld een Brandt, een Adeyemi en een Sancho. Die eigenlijk telkens ook mee hun meters terugmaakten. En daarnaast waren er ook natuurlijk... had Dortmund zeker in de tweede helft wel veel meer omschakelmomenten. Waarbij ze toch nog heel wat meters voorin naar voren hebben moeten maken. Maar goed, dan moet ik denk dat daar het vooral het grote verschil was. Teruglopend ook doen, hè? Maar dat doen die inderdaad wel minder. Dus daarmee heb ik altijd wel het gevoel van... tegen die ploeg is toch wel iets te doen tegen PSG. Natuurlijk heb je dan nog altijd... Mbappé, we kijken met een vergrootglas naar hem... die met zijn individuele klasse nog altijd wel het verschil nu, maakt. Ik zie Dortmund wel scoren in Parijs op een of andere manier. Ja, zou kunnen. Toch minstens één keer of zo. Over de goal van Dortmund mogen we het ook wel even hebben, denk ik. Want Schlotterbeck, hebben we al vermeld, gaf de assist voor dat doelpunt. Mo, Füllkrug is een spits. Een opvallende, atypische spits misschien, maar het was... fantastisch afgewerkt, hè? Ja, we hadden hem eigenlijk bijna nog niet vermeld tot het doelpunt. Eigenlijk was het quasi de perfectie. Hij was enkel gefocust op de bal te verwerken. De eerste controle heeft op geen enkel moment naar Lucas Hernandez gekeken. En daardoor denk ik ook dat hij scoort. Want als je als spits die bal aanneemt en je kijkt even om... dat is net die fractie van een seconde dat je eigenlijk nog nodig hebt om snel te kunnen uithalen. En in die fase blesseert Lucas Hernandez zich nog. Ja, ook, en dus, ernstig. En ernstig. Dus, kruisbandletsel, Nicola. Geen kruiswoordraad. De verspreking van de dag voor opname. Jammer genoeg was het niet in deze live. Maar ik wil hem toch wel even naar de hand nemen. Maar Mo, hij had geen enkel oog voor Lucas Hernandez. Ja. Maar wel net voor die bal van Schlotterbeck komt. Waar hij wel goed mee komt om niet offside te staan. Ja, dat doet hij heel goed. Ja, want normaal gezien, als hij daar niet zeer alert is. Ja. Ik vond een... een schitterend doelpunt. Ja, geweldige lange bal. En eigenlijk de eenvoudigste kans mist hij dan in de tweede helft. En dat was de kans op de 2-0. En dan, meningen lopen uiteen of dat eenvoudig was of niet. Ik vond ook raar dat hij dit niet afmaakt. Jij ook, Mo? We hebben het in de herhaling gezien. Hij krijgt hem echt op zijn scheenbeen. Sancho legt achteruit. Het was hij maakt de perfecte loopactie. Hij loopt eigenlijk in de kleine box en loopt dan eigenlijk net op het juiste moment terug, waardoor hij de vrijheid heeft om vrij te komen, vrijheid heeft om op doel te besluiten. En eigenlijk raakt hij die bal gewoon verkeerd. Als hij die op de binnenkant van zijn voet krijgt, is de kans heel groot dat hij binnen is. Natuurlijk, in die thuismatch, maar dat was een heenmatch tegen Barcelona, speelden ze op de middenlijn man op man.
PSG. Waardoor elke lange bal gevaarlijk was. Hè. Daar heeft Barcelona echt wel van geprofiteerd. Misschien nog niet ten volle. Als ze dat morgen gaan doen met Adeyemi en Sancho, dan moet je wel uitkijken. En dan kan ik wel begrijpen, Nicola, dat je zegt, ja, ik zie ze daar wel scoren. Ja, ik vind, ze hebben offensief wel genoeg kwaliteit. Ook ja. Malen is nu weer fit. Inderdaad, meegedaan tegen Augsburg. Ze wonnen met 5-1. Zabitzer, die daar altijd goed bij komt sluiten. Ja, die moeten we ook vermelden, want in de eerste helft was hij veruit de gevaarlijkste man op het veld. Mm-hmm. Daar wordt eigenlijk niet zo heel veel over gesproken, maar was betrokken bij elke gevaarlijke kans in de eerste helft. Door altijd het juiste moment, vooral aan die rechterkant, te infiltreren. In de dat sessie. Was tegen Atletico in die thuismatch ook de man die het verschil maakte. Door heel slim en met veel loopvermogen, dat wel, want het is iemand met een grote motor, echt wel altijd die ruimte die er niet zoveel lag, maar er ze toch altijd wel vond. Ze hebben mij toch wel kunnen bekoren. Hè? Want ook de teneur voor Atletico was ook wel, ze hebben geen kans. Het is niet goed. Ze hebben afgezien met PSV, wat klopte. Hè? In PSV, oké, geen match. Ik vond die eerste helft tegen PSV wel indrukwekkend. In de kwartfinale. Indrukwekkend. Ja. Maar In de achtste finale. Ja, dan vielen ze fysiek wel terug. Ja, en dat lijkt nu minder een probleem. Ja, die continuïteit is er wel nu precies. Ik denk, na deze wedstrijd toe, het belooft weer denk ik een vergelijkaardige wedstrijd te worden met heel veel intensiteit. Heel veel spelers die ook allemaal rust hebben gekregen dit weekend. Ja. Ik denk dat alleen Kobel de wedstrijd tegen Augsburg heeft gestart. PSG heeft zelfs niet moeten voetballen dit weekend. Dus op dat vlak denk ik dat ze allebei uitgerust zullen zijn voor een geweldige wedstrijd. Ja. Hebben jullie de goal van Royce gezien afgelopen weekend? Die scoorde een prachtig opwippertje. Heeft zijn afscheid aangekondigd. Ja. Een dag of twee dagen na de heenmatch. Bij Dortmund, ik weet niet of hij eigenlijk nog doorgaat. Dat is me ontgaan. Dat is onduidelijk, denk ik. Hè? Dat is onduidelijk. Ik denk het wel, hè, met wat hij nog kan. Hoe oud is hij nu? 34, zoiets. Opmerkelijke timing wel. Veel nu, om dat nu bekend te maken, vond ik. Maar goed. Toch een icoon van... Misschien hebben ze samen gezeten, zijn ze er niet uitgekomen. Ja. En dan moet dat wel gecommuniceerd worden, denk ik. Hè. Ze wonnen dus met 5-1. Ik vond het wel opmerkelijk eigenlijk. Dus de tweede garnituur. Het is wat je zegt, Mo. Wie speelde er allemaal? Baino Gittens, Moukoko scoorde 2 keer. De eerste goal van Dortmund, mochten de mensen thuis die samenvatting nog niet hebben gezien, moet je eens opzoeken. Wim, ik weet niet of jij hem hebt gezien, maar ongelooflijk. Bizarre goal, hoe Dortmund scoort. Een verdediger trapt de bal eigenlijk naar zijn eigen goal, via een ploegmaat en dan, ik denk, de binnenkant van de kuit van Moukoko en zo scoort hij. Ja, zo kan je ook een goal maken. Want die is door blessures ook wel en door het feit dat Füllkrug gekomen is die zo wat op het achterplan verdwenen, maar dat was toch... Werd beschouwd als supertalent. Ja, was een van de jongste debutanten denk ik, in de Champions League. Of de en jongste debutant. Zelfs soms ook het verschil waardoor het precies lijkt alsof ze... Want we hebben de drie spitsen genoemd, maar ze hebben nog wel iets. Hè. Zoals ze nu ook speelden met Moukoko, Baino Gittens, Malen, Durant Ville zat niet op de bank, maar blijkbaar was hij licht geblesseerd. Maar als je ziet wat ze daar, Royce, wat ze daar offensief hebben. Ja. Haller vergeten we nog. Durant Ville zal nog wel een tijdje moeten wachten, denk ik, om wat minuten te maken. Vrees ik voor jou. Uitleenbeurt? Ja, ik denk dat... Terug naar Anderlecht? Zou kunnen, ja. Misschien wel, hè, want Anderlecht... Heb je rechtstreeks lijn met makelaars? Nee, helemaal niet. Dat is niet, gewoon maar... luid op meedenken. Ja. Hij moet toch ergens gaan spelen. Hè, als je vanuit Dortmund uitgeleend wordt, dan kan het even goed zijn dat het naar een ploeg is die lager geclasseerd staat in de Duitse competitie. Dat zou ook niet slecht zijn voor hem, denk ik. Nee, absoluut. Goed, dus we gaan er wel nog vanuit. PSG plaatst zich, maar het zal niet simpel zijn. Maar ik ben al heel blij dat beide terugwedstrijden nog super spannend gaan zijn. Hè? En dat het nog niet gespeeld is. Op voorhand had je misschien wel kunnen vrezen dat er al iets zou beslist zijn. Hè? Dat zowel PSG als Real buitenhuis hadden gewonnen. Maar dat is niet het geval. Mm-hmm. En aan de hand van de heenmatch kan je toch ook niet ontkennen dat Dortmund zelf bepaalde kansen nog heeft. En misschien zal denken dat er daar iets mogelijk is. Hè? Ik ben wel heel blij dat ze de regel over doelpunten hebben veranderd. Want hetzelfde geld komt Dortmund 0-1 voor.
En dan is het bijna... Ja. Wordt het een heel moeilijke opdracht, zelfs voor PSG, om zich nog te kwalificeren. Op naar verlengingen, denk ik. Dat zit erin. Okay. Daar ben ik eigenlijk wel blij om. Sowieso boeiend. Het zal dus zonder Hernandez zijn, want die zal ook het EK missen. We gaan wisselen van wedstrijd, maar we gaan een dubbele wissel doorvoeren. Want, Mo, het is de eerste keer in deze uitzending. Jouw stoel, ik vrees dat die... een beetje defect is. Die piept en die kraakt. Ik ga je vragen. Ja, is dat misschien wissel door mijn die stoel? Of, dat denk ik niet. Nee. Ik ga je vragen. Wissel die stoel. Neem een andere. Deze gaat eruit. Voilà. Ja, deze gaat eruit. Kijk, want ik wil het risico niet nemen dat de mensen denken: potverdorie, hebben ze daar die stoel niet gesmeerd? Poging 2, Mo. We zullen wel zien. Ja. Als het weer kraakt. Ja, dat begint al niet goed. Ja. Niet bewegen, Mo. Niet meer bewegen. Een half uur. Nee, 20 minuten lang. Goed. Ja, je kraakt ook weer. Zwat. We hebben ons best gedaan. We konden niet anders dan dit doen. Ofwel moeten we gewoon recht staan achter de micro. Dat kan ook. Misschien is dat wel een goed idee. Ik weet niet of dat lukt, jongens. Maar we gaan verder. Doe maar verder. Ze moeten maar zwaaien vanuit de regie als we dat mogen doen. En dan gaan we naar Bayern tegen Real Madrid. 2-2 vorige week. Score geopend door Vinicius Junior. Dan tweede helft 1-1 van Sané. 2-1 strafschop Kane. En Vini Junior met de 2-2. Weer een penalty. Twee penalties. De laatste goals. Correct resultaat, die uitslag 2-2, Mo? Dat denk ik wel. Ik denk dat beide ploegen een betere fase in de wedstrijd hadden. En ik denk een correcte uitslag. Ik denk... wat dat wel weer heel opvallend was. Bij de eerste kans was het onmiddellijk weer raak voor Real, zoals we ze kennen. Maar ze hebben uiteindelijk wel, denk ik, die 2-2 verdiend. Dus voor mij was het de correcte uitslag. Alleen, natuurlijk, als je de doelpunten analyseert van Bayern, dan zullen ze zich toch wel enorm spijt hebben. Dat ze het vooral zelf hebben weten. De tegengoals bedoel je van Bayern? Ja, zeker Kim. Het was niet alleen bij de penaltyfase of bij het eerste doelpunt, maar ook een andere fase. Dat Vinicius Junior in de tweede helft alleen naar doel gaat. Ook daar gaat Kim eigenlijk enorm in de fout. Dus het is hopen dat De Ligt terug kan spelen. Want, die trainde mee gisteren. Dat hij zondag heeft meegetraind. Dus ik kan ervan uit dat hij wel terug in het elftal komt. En ik denk dat zeker in Bernabeu wel een groot verschil zou maken voor Bayern. Ja. Wat Real begon zo precies, maar dat zal wel niet, maar ongeïnteresseerd. Hè. Bayern wou furieus starten. In de eerste minuut al een kans voor Bayern. En een grote kans voor Sané. Lunin pakt hem goed. Wel voor Sané, die dan van links kwam. Hè, waarbij we op voorhand zeiden, hij was dat was op een van die ingrepen waarvan jij zei, Tuchel en Ancelotti hebben... Ja. Aan de rust hebben ze die alle twee bijgesteld. Waardoor het dan toch zowel Musiala en Sané tot een betere acties kwamen en zich daar beter voelden. Maar Real geeft dan in het begin zo altijd de indruk van komen hier een matchje spelen. En zoals Mo zei, 23e minuut was het zeker. Eerste keer dat ze dan komen piepen, bam, is het wel 0-1. En dan word je natuurlijk wel zwaar gepakt. Hè. Bayern zijnde, dat ze het dan uiteindelijk nog recht zetten in de tweede helft. Ik had niet meer gedacht, eerlijk gezegd. Want na die 0-1 was Bayern wat van slag. Ze beginnen goed aan de tweede helft. En dan, en Goretzka gaat er dan nog uit, waardoor Guerreiro daar centraal erbij komt. Ik had liever voor de terugmatch de 2-1 zien behouden. Hè. Maar Vinicius en Rodrigo op een tweetje tegen 6 verdedigers van Bayern. Want dat blijft toch een euvel bij Bayern. Hè. Want ze hebben wel veel goals gemaakt. Kane maakt er heel veel. Hij is echt de Lewandowski geworden weer. Maar ze krijgen te veel doelpunten binnen. Hè. Dat is het verschil met... Kim kreeg een veeg uit de pan van Tuchel na de wedstrijd. Omdat hij inderdaad betrokken was bij de twee tegendoelpunten. Ook een overbodige penalty-overtreding misschien in het slot. Ja, hij echt een veeg uit de pan was. Het was eerder zo van... we weten hoe dat Kim verdedigt. Hij is altijd heel gretig en agressief. Dus daar moet hij wel in leren. Als hij dit niveau van de Champions League... kan je dat niet doen. Om zoveel ruimte weg te geven tegen Vinicius Junior. Het zal cruciaal zijn dat ze De Ligt recupereren, denk ik. Want dat hij met het meeste vertrouwen zou starten aan de match. Kim, na zo'n wedstrijd. Nee, hij heeft nog gespeeld afgelopen weekend. Was verdedigend ook weer niet ideaal wat Bayern deed. Bayern heeft 3-1 verloren van Stuttgart. Ja. En inderdaad, ik wou het jullie nog voorleggen, maar
doelpunten die er weer te gemakkelijk kwamen. Ja, ja, ja. En dat is niet leuk zo vlak voordat je naar Real moet. Hè. Dat, ja, ook al hebben ze 5 posities ook doorgewisseld. Ja, maar wel. Dan nog, ja. Dat is maar minder dan die andere ploegen. Ja, omdat er stond nog wel iets op spel. Ze willen wel graag tweede eindigen natuurlijk. Staan nu nog tweede, maar ja, 2 puntjes maar is dichtgekomen. Ja. Nu, veel maakt dat niet uit. Hè. Champions League voetbal is sowieso gegarandeerd. Want Dortmund, door het feit dat Dortmund won van PSG, las ik ook. Zijn ze ook zijn zeker er, van die eerste zijn ze, ja, als vijfde in de Bundesliga. Ja, als vijfde gaan ze ook door naar de Champions League. Ja. Wat gehypothekeerd was door hun verlies, want niet vergeten, ze hebben daar een zware pandoering gehad op Leipzig. Hè. Ja. Dat is ook Dortmund. Een paar dagen voor, wisselvallig. Ja, zeer wisselvallig, maar dat is Bayern dit seizoen ook. Terzelfde tijd, als Dortmund kan scoren in Parijs, moet Bayern dat ook kunnen in Real. Ja. Wat voor opstelling verwachten we, Mo, in Madrid van Bayern? Dus De Ligt, denk je, weer in de ploeg? Ja, De Ligt weer. Zou ook Gnabry kunnen starten, volgens jou? Bah, ik denk dat niet. Ik denk dat zowel Sané als Musiala, zeker in de tweede helft, Musiala gewoon op de flank zullen starten, denk ik. Ja? Maar wie dan op de 10? Want daar stond Müller vorige week. Ik denk dat Müller weer zal starten in deze wedstrijd. Ik denk dat Gnabry is ook gestart in de vorige wedstrijd tegen Stuttgart. Dus ik vraag dat hij gewoon op de bank zal starten. En is niet helemaal fit. Misschien kan je misschien dan als invaller dan. Ja, en ook op het middenveld zou je denken, misschien Guerrero, die toch wel iets dynamischer is. Die is uitgevallen en mist. Dus zei Tuchel ook over dat Goretzka gewoon waarschijnlijk... Goretzka-Laimer waarschijnlijk, ja, duo van de heenmatch. Ja. Ik denk dat het zo zal zijn. Oké. De goal van... Ik wil eigenlijk een Alfonso paar doelpunten... Alfonso Davies, dat is ook nog Alfonso Davies of Mazraoui. Want wat heeft Alfonso Davies mispeuterd tegenover Tuchel? Want dat was toch een geweldig talent. Maar hij is lang geblesseerd geweest. Ja, dat. Ja. En hij toont ook niet echt meer de dingen die hij vroeger liet zien. Nee, verre van. Die immense drives, die sprintjes. Gedaan en wil blijkbaar ook niet bijtekenen. Ja, Real Madrid is de ploeg die genoemd wordt al maanden. Dus ze gaan hem niet opstellen tegen Real, denk je dan? Ik denk het niet. Nee, ook niet. Nee. Ja. Invallen misschien nog wel. Dyer heeft het op zich wel redelijk goed gedaan. Kreeg ook nog 2 goede kopkansen in de tweede helft. Dus ik verwacht daar eigenlijk niet. In principe denk ik, als De Ligt fit is, dat hij voor dezelfde verdediging kiest. Sorry? Hij kan ook centraal achterin spelen, Davies. Heeft ja, zou ik niet meteen aanraden. Maar... Nee, maar Alaba heeft dat getoond dat dat wel kon. Hè. Alaba was ook linksachter. Die Alaba speelde ook wel al centraal op het middenveld vroeger. Ja, die is toch beter aan de bal en een ander type dan Davies. Toch min of meer... vergelijkbaar, misschien net iets beter met de kop zou kunnen. Maar mogen we wat doelpunten analyseren, Wim, vanuit het standpunt van de keeper? Dan weet je al waar ik heen wil natuurlijk. Kroos, assist op Vini Junior. Neuer, blijven staan. Ging je de fout in? Ik vond, als hij meedenkt en hij ziet Kim op die manier doordekken naar iemand die de bal niet krijgt, hè, naar Vinicius Junior, dan hij stond ook wel redelijk goed geposteerd aan zijn kleine baklijn. Als die bal dan komt, als hij onmiddellijk aanzet, kan hij die makkelijk pakken. Dus noods wegtrappen. Maar hij kan die echt wel pakken. Want Vinicius Junior, we hebben het bekeken, moet bijna 20 meter lopen voor hij aan die bal is. Dan moet Neuer, laat ons overdrijven, 8 of 9 meter lopen. Zo snel is, of zo traag is Neuer nu ook wel niet. Hij twijfelt, uiteindelijk komt hij toch en dan is het makkelijk te kloppen. Ik vond dat hij daar in de fout, hij niet alleen. Hè. Kimmich gaat naar buiten dekken, in plaats van naar binnen. Ja. Moet niet naar buiten gaan dekken. Zeker als Kim dat op die manier doordekken, oké, daar moet veel duidelijkheid over zijn. Als Tuchel zegt, we weten wat Kim doet, dan moest dat lang bijgesteld zijn. Hè. Kim had daar moeten weten dat hij niet moet doordekken. Als je met 2 centraal achterin speelt, moet je daar toch wel de lijn proberen te houden. Zeker als iemand zo ver terugzakt in dat middenveld. Als je met 3, dan kan je er wel voor kiezen om door te dekken. Maar dat op dat niveau dit nog gebeurt, zegt toch wel dat elke speler ten alle tijde op elk moment ongelooflijk gefocust moet zijn en de juiste beslissing nemen. En als er de ene dat verkeerd doet, dan is dat een domino spelletje. Oké, we hebben het nu vooral over de fout van de verdediging of van Neuer. Het was ook een geweldige steekbal van Kroos. Dat is een bal tussen 3-4 spelers door. Wat ik geweldig vond, is de bedanking van Vinicius, die achteraf, dit gebaar deed. We zagen hem niet in bedanken. Beeld, maar daarna op social media. En ook heb ik pas gezien
vanmorgen nog, toen ik de goals nog eens bekeek. Lucas Vázquez, die ziet dat Vinicius scoort. Die loopt niet naar Vini, maar die loopt echt vol enthousiasme naar Kroos. Als man van de assist vroeger, Mo, ja, maar dat doet wel deugd. Dat is ook veel moeilijker, hè? Die bal zo perfect in de loop meegeven, dat hij in één keer moet afwerken tussen 3-4 spelers in de juiste snelheid. Ja, dat is veel moeilijker dan die bal afwerken. Dus ik snap wel... Maar geweldig. Ik kreeg vroeger ook graag zo'n bedanken. Als ik zo ja, maar dat mag soms wel. Iedereen loopt dan naar die doelpunten maken. Ja. Maar het is eigenlijk ook wel traag dat je naar de man van assist daarom loopt. Daarom wordt er ook heel erg veel aandacht besteed de laatste jaren naar die assistgever. Ja. Hè? Ja. Dus wat dat betreft is dat toch wel geweldig geëvolueerd. Maar die automatisme tussen Vinicius en Kroos op dat moment. Vinicius die echt wel in die bal komt. Maar Kroos die weet van nee, ik moet die niet geven. Ja. Die gaat zich omdraaien en in dat gat sprinten. Ja. En dan moet ik die daar maar leggen. Ja. Oké, ik heb dat misschien in de live-uitzending dan en in de analyse wat te weinig benadrukt. Ik heb zelfs gezegd, ja, dat is eigenlijk geen moeilijke bal voor Kroos. Iedereen vond dat een geweldige paas. Ja. Naar zijn normen valt dat mee, maar ja. Het is natuurlijk wel nog altijd een heel moeilijke bal. Ja, tuurlijk. Ja. En vooral, Vinicius moet hem niet meepakken. Hij moet gewoon in één tijd binnentikken. Ja. Nog kort iets anders, want vroeger was het voor Bayern niet zo moeilijk om een nieuwe coach te strikken. Het aura van Bayern was groot genoeg om die trainers te lokken. Nu, Nagelsmann, nee. Xabi Alonso, nee. Rangnick, nee. Bondscoach van Oostenrijk blijven. Zidane, nee. Wat is er aan de hand? Ja, ik denk dat ze ook wel merken dat Bayern niet meer het Bayern is. En ze kijken ook misschien naar de spelerskern die niet meer zo overloopt van de kwaliteit zoals vroeger. En ook gewoon misschien juist trainers die juist op zoek zijn naar iets anders. Nu wordt Ten Kate genoemd als hij vertrekt. Ten Hag genoemd om over te nemen. Ja, we zullen Mourinho is zelfs al eens gevallen. Ja. Tuchel wordt genoemd bij United. Ten Hag is Mourinho bij zie ik nu echt niet bij nee, Bayern. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is wel degene die het zou durven doen. Ja. Die zou zeggen, ik kom. In Duitsland. Nee, wie zou een geschikte coach maar zijn voor Bayern? Nagelsmann werd zelfs weer geopperd. Ja, stel je voor. Dat bedoel ik. Er zit weinig... Dat is misschien een van de redenen waarom die coaches ook twijfelen. Want ze zijn allemaal maar derde, vierde keuze, als ze gevraagd worden? Xabi Alonso was nummer 1, hè? Ja, tuurlijk. Hij kent de club en hij kent de competitie, heeft de uitstraling, is net kampioen gespeeld. Maar ik denk dat hij ook gewoon kijkt naar wat zit er in die kern. En op dit moment denkt hij dat hij daar ook niet een stabiele ploeg van kan maken. En daarom dat hij zegt, ik blijf nog liever bij Leverkusen om in de Champions League nog wat dingen te laten zien. Het verwachtingspatroon is zodanig hoog. Hè? En de onrust is ook En de hoog. Onrust is zodanig groot, hè, want er gebeurt heel veel op bestuurlijk vlak, dat je als coach goed moet nadenken dat je daar naartoe gaat. Hè. Dat ze nu bij Rangnick uitkomen. Die heeft toch ook bij Manchester United laten zien dat hij beter bondscoach kan zijn dan nog coach van een team op die leeftijd. Misschien zal hij dat zelf ook wel beseffen en daarom dat hij zich niet in zo'n avontuur gaat. Ja, maar daar werd wel gesproken. Want uiteindelijk was er ook een petitie, Nicolas, om Tuchel te houden onder de supporters, stel je voor. Ik denk, als je de petitie bij de spelers doet, dat waarschijnlijk wel geen succes zal zijn. Dan zullen ze niet Tuchel aan... Want dat is... dat blijft toch ook wel iets met die man. Die heeft heel veel successen behaald. Maar als je people bezig management, ziet, no. Maar toch werkt het op een of andere manier. Met Ancelotti, hè, je voelt dat elke speler daar echt als een vaderfiguur ziet. Mooi brugje, Mo, naar Real Madrid. Dat kampioen geworden is afgelopen weekend. Tegen Cadiz gewonnen en dan Girona, die Barcelona hebben verslagen. Dus ze zijn voor de 36e keer in de geschiedenis kampioen van Spanje. Zij hebben ook heel flink geroteerd. Brahim Diaz was wel goed, scoorde. En gaf een assist. Bellingham die was niet zo opvallend hè, in die wedstrijd vorige week. Nee, dat moeilijk. Heeft hij echt niet kunnen onderscheiden. Kwam ook af en toe laag de bal wat vragen. Mocht toch even de bal te voelen. Maar ik denk dat ze bij Bayern gewoon dat goed hebben gedaan. Met Laimer, met Goretzka. Stond dat eigenlijk wel redelijk goed. Had hij eigenlijk weinig ruimte. Hebben ze ook eigenlijk heel veel omschakelmomenten van Real Madrid teniet gedaan. Ze stonden eigenlijk altijd goed in positie. Want ze weten, Real in de omschakeling en ook Bellingham. Dat zijn jongens die snel meters vooruit kunnen maken. Hij scoorde wel nu afgelopen weekend.
assistent, de tweede goal, dacht ik. Zijn 18e van het seizoen. Weten jullie waarom hij eigenlijk met dat nummer 5 speelt? Of wat ermee te maken heeft? Van Zidane. Zidane heeft ermee te maken, denk ik. Nee. Zidane heeft ermee te maken. We gaan eens luisteren, want hij heeft erover verteld. In het Champions League magazine. En zijn papa zit er ook voor iets tussen. My dad always wore Madrid 1 around the house and with Zidane 5 on the back, which is funny because it's kind of gone full circle, and he gifted it to me when I joined in the summer, and I don't know if I've spoke about it, but you know, he always wore it around, and I was like, who's this guy that you're always wearing on your shirt? And he was like, when you're old enough, we'll get you onto YouTube. And yeah, now that I wear the 5, it's quite ended up being quite a significant story, so really, really nice one. Yeah, dus zijn vader die droeg altijd een shirt met Zidane op de rug. Ja, dat is fantastisch om dan nu te zien dat zijn eigen zoon in Madrid speelt. Kampioen wordt, 18 keer scoort. Ja, zelfs meer gescoord, hè, overal. Ja, dit is competitie, hè? Ja, alleen La Liga. Ik heb hem in de oefenwedstrijd Engeland-België bezig gezien. Toen zat je dicht bij het veld, heb je hem goed kunnen bewonderen? Ik zat dicht bij het veld, maar die jongen heeft echt alles. Hij heeft techniek, loopvermogen, je ziet hem continu van links naar rechts lopen. Atletisch, kan doelpunten maken, kan blijven lopen. Dat is echt een speler die de komende jaren echt wel kan uitgroeien tot de beste ter wereld. En hij is onvoorstelbaar begonnen, want Benzema moest vervangen worden. Ja. Die vervangen ze niet, ze pakken Bellingham. Ja. En niemand spreekt nog over Benzema, hè. Want wij zeiden ooit, Real Madrid, dat is Courtois en Benzema. Hè? En al de rest daar zo'n beetje rond. Maar zij maken het verschil, maar nu zijn die er niet meer bij. En die gaan nu waarschijnlijk weer naar de finale van de Champions League. Ja. Dus, maar hij kon dat wel niet volhouden. Dat was onmogelijk. Zijn statistieken en de manier waarop hij wedstrijden beslist. En altijd maar na de 90ste minuut en zo. Dat er even een dipje zou komen, was logisch. Ik zag een foto passeren. Zijn mama was in Bernabeu. En was bij de titelmatch van Real Madrid. Zijn vader die moest gaan kijken naar zijn broer, Job Bellingham. Die speelt bij Sunderland en verloor van Sheffield Wednesday. Ja, ze moeten elk kind even graag zien. Hè. Dan kan je er niet allebei bij zijn. Dat is wel jammer. Ik zou wel weten waar ik naartoe zou gaan. Ja, Sunderland, Sheffield Wednesday. 0-2, dacht ik. Droeg jullie vader soms een voetbalshirt met een naam of een nummer erop? Heeft dat jullie geïnspireerd? Nee, niet echt. Dat was toch geen mode als ik jong was? Nog geen namen erop. En voetbalshirts dragen. Ja, dat is nu wel. Dat deed alleen maar tijdens de voetbalwedstrijd. Ja. Dat is later gekomen, de merchandising. Ja. Ja, dat heeft voetbal veranderd zelfs. Heb jij eigenlijk een voorliefde voor een buitenlandse club, Mo? Ja, voor Barcelona. Als jonge jongen kreeg ik altijd een shirt van Barcelona. En stond daar een naam op? Nee, eigenlijk nooit een nummer of een naam. Nee, zelfs dat niet. Mo. Nee, zelfs dat niet. Ik had het vooral in de tijd. Ik ben eigenlijk altijd Barcelona supporter geweest. Zelfs in de tijd met al de Nederlanders dat enkel Kommerink. Zelfs toen de Nederlanders speelden. Dat het echt Kommerink wel was. Maar ik heb het oranje shirt van Barcelona. Dat grijs zilver shirt. Dat iconisch shirt dat Rivaldo ook mee speelde. Dus die heb ik. Ik heb ze nu niet meer. Maar jaarlijks had ik wel een shirt van Barcelona. Ik heb altijd liefde gehad voor Barcelona. Ja. Ik was grote supporter van Ajax. Hè. Als klein manneke, die waren ook wekelijks op televisie en die speelden dat totaalvoetbal al met Cruijff en zo en Neeskens en Suurbier en Krol en dat was, en Piet Schrijvers in de goal. Ja, raar maar waar, dat waren allemaal Nederlanders, hè? Ja. Maar ik ben altijd supporter van Cruijff gebleven en van Oranje eigenlijk ook wel. Hè. Ik was heel ontgoocheld in 1974 toen ze de WK-finale verloren tegen Duitsland. Hè. Duitsland. Ik had Sanderendaagse examen wiskunde. Dikke buis. Ik heb niet kunnen studeren. Te veel gehuild. Nee, want het was namiddag. Zondag namiddag was die bekerfinale. En Hulzenbein... Ah, je is al wel geslaagd geweest. Ja, ik ken jou een beetje. Geslaagd. Maar Hulzenbein van Eintracht Frankfurt. En ik heb hem die laten zien als wij er samen waren. Kijk, hier staat Hulzenbein, weet je nog. Die liet zich vallen, hè. En die kreeg een penalty. Ja, dat was echt een schwalbe. Dat is 50 jaar geleden. 74, maar Wim is nog altijd niet helemaal bekomen. Ik heb nog één vraag voor jou, Wim. Want onze tijd zit alweer bijna op. Thibaut Courtois gaat niet spelen.
Nee. Heeft Ancelotti gezegd in de return. Goeie keuze of niet? Ja, Lunin, ja, ik denk het wel. Alhoewel Mignolet heeft gisteren laten zien dat met de kwaliteiten die die gasten hebben, één keer dat ze dan moeten presteren, dat die onder de druk dat kunnen blijven doen. En van Courtois weten we dat hij dat kan. Alleen, het is wel 8 maanden geleden dat hij op dat hoge niveau gespeeld heeft. Speelde tegen Cadiz, hield de 0, was dat belangrijk wel? Met een belangrijke ja. save ja. bij 0-0. Hij laat zien dat hij fit is. Hè, maar ik vind het ergens ook wel... Logisch. Nee, denk je hetzelfde ik vind het een correcte beslissing. We hebben er niks over te zeggen, maar ik denk dat het wel de juiste beslissing ook tegenover de groep. Ik denk dat de hele groep ook achter Lunin stond. Dat toch een voorkeur voor hem dan voor maar wellicht, Kepa. Vanaf volgend weekend is het wel weer. Maar ja, het gaat toch. Wel over een week. Of een finale van de Champions League. Ja, dus ja, Courtois kennende, die zal wel heel ongeduldig zijn en zal die finale wel willen spelen. Maar... Hij heeft gezegd, ik ben klaar als ze mij nodig hebben. Oké, Lunin heeft natuurlijk ook laten zien dat hij een penalty-epiloog wel wat kan. Hè? Ja. Ja, dus, maar ja, Courtois. Nog een snelle pronostiek. Finale gaat hij spelen. Nog een snelle pronostiek. Real gaat door, of? Real gaat door. En PSG ook. Ja, wat mij betreft ook. Al zou ik... Een snelle pronostiek, zei ik. Ja. Ze gaan door. Oké, goed. Dinsdag 7:45, terugwedstrijd Paris Saint-Germain-Dortmund. Woensdag Real Madrid-Bayern. Dankjewel, Wim. En Mo.